allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je een pittige bruidsnagel kan maken. Allereerst ga ik beginnen met de verlenging voor een almondnagel. En ik moet niet vergeten dat die flinterdun moet zijn, want ik wil graag een French gaan maken. Hiervoor gebruik ik Power Gel Clear. Nu ga ik met de Power Gel Nude een mooi nagelbed maken. Ik ga dit bolletje een beetje langwerpig maken, ongeveer de hoogte waar ik de puntjes van mijn French wil hebben. En daarna doe ik hem mooi plat van links naar rechts. Vervolgens trek ik het midden van het bolletje mooi naar voren, totdat je de diepte van je French hebt bereikt zoals je dat mooi vindt. En controleer of je ook in de puntjes van je French voldoende product hebt staan. Als je een mooie, scherpe, strakke smileline wil, zul je moeten zorgen dat je stoeprandje overal mooi rechtop staat. Zorg dat je het niet plat wegduwt. En aan de andere kant ook. Als je tevreden bent met je French, dan is het nu tijd om onder de lamp te gaan. Ik verwijder nu de plaklaag van het product om het nog een klein beetje na te veilen en eventueel te corrigeren. Allebei de kanten moeten gelijk zijn. Als je het velspoor laat zitten, dan kun je precies zien of je de juiste kant uitgaat waar je bent geweest. Oké, het nagelbed zit erop. We hebben net natuurlijk al rekening gehouden met een flinterdunne verlenging. Nu gaan we zorgen dat er heel mooi dun een witte ondergrond ontstaat op de verlenging. En hiervoor ga ik de Whitest White gebruiken. Als je French mooi hebt gevuild, kun je er nu perfect onderdoor met de gel polish. Er is een tunneltje ontstaan. Zodra het volledige stoeprandje mooi opgevuld is met de gel polish Whitest White, ga ik volledig uithouden. Als je stoeprandje mooi is opgevuld, kun je de rest van de verlenging ook invullen met de Whitest White. Ik gebruik het allerliefste Detailer 3 om het mooi dun neer te leggen, maar je kan natuurlijk ook gewoon het kwastje uit het flesje gebruiken. Let op dat je niet veel te dik werkt, want dan hardt de gel polish heel moeilijk uit. Zodra je alle stukjes hebt gehad, gaan we volledig uithouden onder de lamp. Ik heb nu een mooie witte French gemaakt. Maar om deze bruidsnagel nou een beetje pittig te maken, ga ik de White Sensation Crunch gebruiken. En die ga ik aanbrengen op een beetje base en top. Ik heb de base en top op mijn palet gelegd, zodat ik die ook weer met de Detailer 3 kan oppakken. En zo creëer ik over het wit een lijmlaagje. Met mijn Detailer 3, die nog een klein beetje plakt, kan ik mijn crunchies oppakken. Je hoeft niet te overdrijven, je hoeft hem niet helemaal vol te leggen, dat mag wel. Maar kijk maar zelf wat je leuk vindt. Of overleg goed met je bruid. Ik heb rond de French wat neergelegd, wat meer. En op de punt ietsje minder. Zo krijg je een beetje speelseffect. Als je vindt dat je genoeg bling hebt toegevoegd, dan mag je nu uitharden onder de lamp. Nu is het belangrijk dat het eindresultaat echt mooi blinkend en sparklend wordt. Dus ik gebruik een hele transparante bouwgel. Dus ik gebruik de standaard Builder Clear. Het heeft mijn voorkeur om dit op te pakken met een Detailer 3 als ik inlay werk. Omdat ik dan weet dat ik nooit te veel product aan mijn penseel heb zitten. Als alles goed ingepakt zit, gaan we uithouden onder de Twin Light. Als de nagel goed is uitgehard, dan mag ik de plaklaag verwijderen, zodat we kunnen gaan veilen. Nu focus ik me op de verlenging. Vanaf de lower arch, een vel omkiepen naar de upper arch. En richting de punt. Superleuk om te zien hoe nu je French zichtbaar wordt. Zorg dat je het stof steeds weghaalt om te kijken hoe ver je vorm al mooi is. Zodra je tevreden bent met de vorm van je verlenging, gaan we nu even focussen op het gebied rond de nagelriem natuurlijk. Daarvoor gebruik ik een expertbitje. In een hoekje van ongeveer 50 graden volg ik het product langs de nagelriem. Let op dat je met je bitje wel echt op je product blijft, dus niet op de natuurlijke nagel. En ik breng hem iets mee over de apex, zodat ik daar ook een mooie dikte heb. Goed losse stof wegborstelen
om te zien of je nog ergens deukjes hebt of hobbeltjes. En die gaan we weg photoshoppen. Daarmee bedoel ik met een 150 grit vel en ronddraaiende bewegingen over de nagel heen om mooi te egaliseren. Let op dat je niet te veel druk geeft, dan zou je je vorm veranderen. Aaiend over de hele nagel heen. Je zou denken dat je je witte blokje hier heel goed voor kunt gebruiken, maar die is te zacht. Vergeet niet dat je al tevreden was over je vorm. Dus niet te lang door blijven gaan. Hobbeltjes en deukjes zoeken. Als je nagel perfect in vorm is, mag je met white blok mooi buffen om alle krasjes te verwijderen uit de nagel. Ronddraaiende beweging. Hele nagel. En met een manicureborsteltje met prep en wipe. Nog eens extra goed stofvrij en vetvrij. Als de nagel mooi stofvrij en vetvrij is, dan mag je hem af gaan werken. Je kunt zelf kiezen welke top jou je mooi vindt. Maar in dit geval wil ik graag bezemtop gebruiken, zodat het roze van de nude echt mooi roze blijft. Oké, mijn nagel is klaar en nu kan ik hem af gaan lakken. Dat is een heel leuk moment, want dan zie je precies wat je eigenlijk gedaan hebt. Alle glitters komen naar boven toe. Je mag zelf kiezen wat voor top jou je wil gebruiken. In dit geval gebruik ik de bezemtop, omdat ik vind dat mijn nude daar mooi roze van blijft. Als je alle plekjes mooi hebt gehad, gaan we weer volledig uithouden onder de lamp. Nou, mijn design is klaar en ik ben echt onder de indruk van de glitters. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zijn.